En dan geef ik nu graag het woord aan Zeger. Dankjewel, Alexander de Becker, so far. En dan mag u nu onze stelling laten zien. Goed verankerde integriteit vereist niet alleen integriteitsbeleid voor ambtenaren, maar ook voor politici en bestuurders. En wat jammer inderdaad dat de minister er niet is om daar een reactie op te geven. Sinds 2004 is er ontzettend veel integriteitsbeleid afgekondigd en uitgevaardigd voor ambtenaren door politici. Er is echter heel weinig integriteitsbeleid voor politici vastgesteld in Nederland. En wordt er ook weinig ruchtbaarheid aangegeven. Tegelijkertijd, als zich integriteitsincidenten voordoen, betreft het nogal eens politici en bestuurders. Ze hebben ook een enorme voorbeeldfunctie. Niet alleen naar burgers toe, maar juist ook naar de ambtenaren die je moet dienen. En waarom zou je als ambtenaar integer gedrag vertonen als je politieke baas dat niet doet? In een tijd waar in het vertrouwen in politici over de hele wereld laag is en naar beneden gaat. Je kunt met de slogan "het hele politieke systeem is corrupt" tegenwoordig zelfs vrij gemakkelijk verkiezingen winnen. Zelfs in het Westen. Zou het niet zo'n gek idee zijn als politici en bestuurders wat meer stil zouden staan bij hun eigen integriteit? En dat geldt dan helemaal in Nederland voor Kamerleden, die vaak naast hun Kamerlidmaatschap ondernemer zijn of groot aandeelhouder. En wij weten dat eigenlijk niet. Wij weten niet of Kamerleden in Nederland die woordvoerder energiebeleid zijn voor 500 miljoen euro aandelen in Shell hebben. Zij zijn niet verplicht om dat te registreren. In heel veel andere landen is dat wel zo. Vanuit de leerstoel zouden wij er ook, denk ik, kunnen bijdragen om daar gedachten over te formuleren en ook internationaal vergelijkend onderzoek naar te doen. Laat me één voorbeeld geven om af te sluiten. Wij mogen graag de VS op de hak nemen, zeker de afgelopen week. Maar op de website van het Witte Huis, whitehouse.gov, kun je tot op de cent zien wat het vermogen is van de president en waar dat vermogen uit bestaat. En dat wordt ook dagelijks geüpdate. Misschien zouden wij daar in Nederland wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Obama zit net iets boven het miljoen. George Bush zat op ongeveer 10 miljoen. En het mooie is, dat is dan het laatste bijkomend voordeel, dat wij op 20 januari dan eindelijk weten hoeveel Donald Trump nou echt waard is. Ja. Dank u wel. Dank je wel. Zeger van der Wal. En de kracht waarmee deze hoogleraren van de Indales Leerstoel hun introductie, hun pitch hebben gegeven en de stelling hebben geformuleerd, geeft al aan dat jullie dit ook echt zelf vinden. Jullie vinden dat dit nodig is. Daarmee is dit ook supergoed twitterbaar. He, want als Paswerk dan niet hier kan komen om te reageren, kunnen wij met z'n allen in ieder geval wel het land laten weten dat wij hier in Utrecht vandaag, 17 november, dit vinden. Of niet? Ik ben benieuwd. Wat vindt u ervan als zaal? Twee rood, drie rood, vier rood. Dat betekent dat de zaal dit eigenlijk in overvloedigheid vindt. Ik kijk eens even of ik wat... Leo Huberts, niet onbelangrijk, professor, al lang bezig met dit onderwerp. Groen opgestoken, waarom? Het lijkt me vanzelfsprekend, in die zin. Wel een kanttekening misschien voor de discussie. Ik denk dat we het hier in Nederland vooral hebben over landelijke politici. Als je ziet wat er decentraal binnen gemeenten, gemeenteraden, colleges van BMW aan discussie wordt gevoerd over codes, over afspraken, over belangenverstrengeling, ook zelf een code hebben, dan ligt dat denk ik anders. Ik denk dus dat met name, jammer dat Ronald Plasterk er niet is, dat met name de landelijke politiek en landelijke politici het heel erg laten liggen. Ze maken samen een wet die ongeveer elk orgaan, politiek bestuurlijk in Nederland, verplicht om een gedragscode te hebben. En wie heeft er nog steeds geen gedragscode? Nog de Tweede Kamer, nog ons kabinet maken ons met z'n allen duidelijk. Er is een register, er wordt af en toe over gepraat, er wordt een commissie gevormd.
Dus ja, het is voor politici heel erg nodig. Ik denk dat we zo onderschatten wat er al gebeurt. Maar het is met name voor de landelijke politiek, denk aan de verkiezingsstrijd nu, is het heel cruciaal dat er beter wordt nagedacht, zeker beleid wordt ontwikkeld en afspraken worden gemaakt over de integriteit van onze leden van het kabinet en van het parlement. Leo Huberts, er staan overigens ook pupillen van jou. Er zijn ook meer mensen die bezig zijn met integriteit al wat langere tijd vanuit de wetenschap. Is er onderzocht al wat de impact is als juist op dat landelijke niveau politici, al is het maar in de beeldvorming, beticht worden van zijn niet zo zuiver op de graad of hebben boter op het hoofd of zijn corrupt? In consequenties voor verkiezingen bijvoorbeeld. Nou ja, voor de... Nou, zeker zijn natuurlijk allemaal een subtiele opmerking over je kunt het hele politiek systeem corrupt noemen en toch nog president worden. Ik denk dat wij zijn met z'n allen ook een beetje lid van de ethiek- en integriteitsindustrie. Dus wij vinden het met z'n allen heel belangrijk. Het is ook heel belangrijk, integriteit van politici. Tegelijkertijd bedoel ik, kijk om je heen ook in Nederland. Kijk naar lokale politiek. Het gaat voor burgers logischerwijs ook niet alleen over de moraal. Het gaat ook over de mate waarin aan belangen tegemoet gekomen wordt. Het gaat ook over de mate waarin je openstaat voor mensen. Het gaat over de mate waarin je voorzieningen weet te creëren. Ik snap de Roermondenaren, ik kom niet uit Limburg, ondanks mijn tongval. Maar ik snap iemand in Roermond wel die stemt op Jos van Rij. Ook al zal diezelfde, zoals vroeg ik eraan toe, denk ik met ons wel van mening zijn dat hij liever een Jos van Rij heeft die zich niet laat beïnvloeden door oneigenlijke belangen voortkomend uit relaties en vriendschap. Er is nog geen er is einde meer op de toch? Wereld dan louter de moraal wanneer het gaat over verkiezingen en over politiek. En daarmee zeg je, Leo Huberts, het luisteren en de verbinding voelen is ook een wezenlijk onderdeel. En dingen voor elkaar krijgen. Oké. Dankjewel. Effectiviteit en legitimiteit. Dankjewel. Maar dus ook volmondig achter de stelling. Ik zag hier twee rode kaarten. Wil je dat toelichten? Ja, aan de kern ben ik het wel eens met wat net gezegd is. Het is veel te beperkt. Op het moment dat je geen beleid hebt, mag je verwachten dat er over gesproken wordt. En dan heb je in de basis geen beleid nodig. Dus het gaat voor mij veel verder dan alleen maar het creëren van beleid. Als je niet de goede dialoog met elkaar vervoert en over de uitgangspunten in principe eens bent, dan raak je niet. En ik vind het ook jammer dat hier de koppeling gelegd wordt met integriteitsbeleid voor ambtenaren. Want dat is echt toch wel een andere klasse dan voor politici en bestuurders. Oké, en u zegt dit vanuit de functie gemeente Roermond. En daarbinnen bent u werkzaam als? Gemeentesecretaris. Gemeentesecretaris, oké. Niet onbelangrijk. Even als aanvulling daar nog op. Wat ik met name integriteitsbeleid voor ambtenaren, dat is gewoon werken aan een organisatie waar ambtenaren in werken, waar het veel makkelijker is om iets aan te doen. Want een discussie die je iedere keer ziet bij politici en bestuurders, is dat zo moeilijk een organisatie is. Het aanspreken daarvan, dat moeten ze zelf doen. Dus ja, dat maakt het ook voor burgemeesters vaak ook moeilijk om daar in die wereld te doen opereren en te werken aan het integriteitsbeleid van een raad dat uit hunzelf voort moet komen. Dus ik vind het echt wezenlijke andere zaken. Maar de wezenlijk andere zaken, ik denk Zegen Alexander, met jullie verdediging, wat zou je daartegen inbrengen? Ja, ik kan wel kort iets over zeggen. Kijk, het zijn natuurlijk hele andere métiers. Hè? Dus Leo Huberts zegt dat ook al, als politicus moet je responsief zijn en effectief en enorm in verbinding staan met de samenleving. Als ambtenaar geldt het misschien op een bepaalde manier iets minder. Je werkt wat meer achter de schermen. En die afrekening vindt ook op andere niveaus plaats. Als ambtenaar word je disciplinair of juridisch afgerekend als je over de schreef gaat. Als politicus met name politiek. Of door de burgers of door je collega's. Maar dat wil niet zeggen dat je niet dat gesprek daarover zou moeten aangaan. En voor zover ik weet, in de ministerraad komt dit thema heel af en toe aan de orde. Maar niet vaker dan één keer per jaar, volgens mij. Als jullie het concreet zouden moeten maken, integriteitsbeleid voor politie en bestuurders, waar moeten we dan aan denken? Hubert zei, er zijn al registers, je moet bijbanen opgeven, waar en welke besturen je allemaal nog meer zit. Maar wat zijn dan elementen van dat integriteitsbeleid voor politie en bestuurders waar jullie concreet aan denken? Ik denk dat het meest cruciale element transparantie is. Dat is wat integriteit bij politici, de eerste stap, dingen bekendmaken die je doet, dingen die je achter de schermen die niet helemaal bekend zijn, openbaar maken. En daar had je zeker een goed voorbeeld met de VS, maar dat geldt ook voor België. Elk Kamerlid in België moet al zijn mandaten bezoldigd en onbezoldigd
opgeven en die worden op een website gezet. En wij kunnen die allemaal elke dag raadplegen. En dat soort van dingen is wel cruciaal, ook als ik ga stemmen. Ook als ik politiek wil afrekenen met deze of gene, wil ik kunnen weten waar iemand voor staat en wat die allemaal nog achter de hand heeft. Ik vind dat belangrijk en ik denk dat dat soort van transparantie iets is waar we absoluut een aantal stappen in Nederland nog moeten zetten. Ja, dankjewel. We gaan nog één reactie uit de zaal vragen en dan gaan we naar het panel. Ja, nu is het zo dat ik in mijn vrije tijd ook nog raadslid mag zijn, dus zo politicus ben. En aan het begin van mijn raadsperiode heb ik gewoon al mijn functies, nevenfuncties en dergelijke op moeten geven. En die staan gewoon op de gemeentelijke website. Dat is gewoon transparant. Oké, okay, je zegt ik ben transparant. Wat vind je van deze stelling? Nou ja, de vraag is wel natuurlijk, wat versta je dan vervolgens onder integriteitsbeleid? Nou ja, zeg het maar. Dat je dus open en transparant bent over welke functies en verbindingen je allemaal hebt, daar begint het denk ik mee. En regelmatig met elkaar, in mijn geval als raadsleden, ook met elkaar het gesprek aangaan over wat verstaan we nou onder integer handelen en waar liggen dan die grenzen en wat doe je in dat grijze gebied? Om jou even als testcase te nemen, dankjewel. Ja? Fijn dat je dat hebt. Wordt dat in jullie gemeenteraad, en vertel zo direct ook even welke gemeenteraad dat is besproken, integriteit? Ja, wij doen dat af en toe wel, maar ik denk dat wij dat nog onvoldoende doen. Ik weet wel dat het presidium daar ook wel scherp op is. En overigens de voorzitter, dus de burgemeester, daar ook nog wel collega's af en toe op aanspreekt. Zou je dat nou wel doen? Dat is niet zo verstandig. Of je bent hier duidelijk over een grens heen gegaan. En wat daar zijn is dan laatst concrete een collega voorbeelden? Van mij op ja, aangesproken. Vertel, daar zijn we naar benieuwd. Nou ja, even opletten dat ik het wel goed zeg. Er is een collega van mij die inderdaad in een beroepszaak of een bezwaarzaak zich daarin heeft willen mengen en daar over op de vingers is getikt door de burgemeester, omdat hij daarin eigenlijk over de schreef ging en zich met in iets mengde waar hij zich in zijn functie als volksvertegenwoordiger niet in had maar te mengen. Maar op aangesproken worden, dan ga ik even met u door. Is dat dan, blijft het dan bij aangesproken worden? Heeft dat nog andere consequenties? En zou die er dan ook niet moeten zijn? Want dat is ook onderdeel van integriteitsbeleid. En de tweede is ook, is het openbaar gemaakt? Dat moet ik ook even heel goed nadenken. Het feit dat hij daarop aangesproken is, is wel openbaar gemaakt. In de zin dat er, meen ik, ook een brief naar de voltallige raad daarover is gegaan. Ja. Okay. Maar voor de rest geen sancties? Nee. Okay. Omdat daar was geen aanleiding of onvoldoende aanleiding ook om daar sancties... Waarschijnlijk het voorval was niet dermate zwaar dat dat... Maar dat heb je ook integriteitsbeleid voor nodig om te kunnen sanctioneren, want je moet het ergens tegen afzetten. Ja, okay. Ik denk het wel, ja. Bedankt overigens voor deze openheid. Zijn er nog meer bestuurders in de zaal? Politiek actief of echt bestuurder, behalve Philip Geelkerken? Als bestuurder van het CAOP. Meer mensen in de zaal die politiek... Mensen echt, die echt bestuurder zijn, dus ook echt een voorman of vrouw zijn van grotere organisaties? Nee. Nou, dan Philip Geelkerken. Nou, ik denk dat de geloofwaardigheid van het politiek bestuur, als ze integriteitsbeleid voorstaan in eigen ambtelijk apparaat, aanmerkelijk toeneemt als je zelf ook een beetje probeert daar inhoud aan te geven met elkaar. Het is een beetje net zo goed als de schilder overal schildert, maar zijn eigen huis soms niet. Dat lijkt een beetje af te leiden uit het feit dat we kennelijk in landelijk politiek Den Haag daar nog niet in voldoende mate over spreken. Dus ik denk dat het wel erg belangrijk is dat het gedaan wordt. Tegelijkertijd is het best wel ingewikkeld. Van waar inderdaad maak je echt beleid en waar zitten de grenzen? Als je kijkt naar de Brexit, dat is een interessant fenomeen. Daar zijn dus een aantal echt aperte onjuistheden door de politiek verantwoordelijke naar voren gebracht. Hoe integer is dat eigenlijk? Als je willens en wetens dingen meldt die niet juist zijn. En die dialoog maakt het best wel complex overgebied. Want wat is waarheid en wat is geen waarheid? Niettemin dat we daar echt met elkaar forse pogingen in doen, denk ik dat het heel erg relevant is. En dat we daar ook kunnen leren van het buitenland. Dus ik ben razend benieuwd naar jullie internationale vergelijkingen en suggesties en ideeën. Ik denk dat het uitermate waardevol is om dat te doen. En daar ook te leren van datgene wat er landelijk zou kunnen,
In de diverse lagen, ook daar geldt voor kabinet, parlement, Eerste, Tweede Kamer, et cetera. Maar ook net zo goed datgene wat je lokaal en provinciaal voor gespreksvoering hebt. Want ook daar valt best wel veel van elkaar te leren, schat ik in. Ook dat zou interessant zijn om dat nog eens een keer naast op een rij te zetten. En te kijken of we daar medes in kunnen maken, lijkt me. Dankjewel. Alexander en Zegen, daarop reagerend wordt ingebracht. Politiek gaat ook over overtuiging en mensen achter je zien te krijgen. Er hoort iets bombastisch bij. En bij ambtenaren veel meer misschien. Je hebt een taak, een taakuitoefening. En daar zijn, met als het BARP en alle andere zaken, afspraken over gemaakt. Hoe moeten we dan omgaan met integriteitsbeleid? Als het al zou komen voor politie en bestuurders. Ja goed, overtuigingskracht betekent natuurlijk nog niet dat je daarmee ook niet in tegen gedrag dan zou moeten goed praten. Kijk, die registers... Maar als je daarmee keihard liegt, wat dan? Je zet het hele volk in vuur en vlam en jaagt ze op en je zit leugens te verspreiden. Stel dat dat gebeurt. Nou, je hebt natuurlijk strafbare leugens, hè? Dus je hebt juridisch onjuistheden vertellen. En je hebt eigenlijk een beetje je eigen feiten creëren, wat je tegenwoordig heel vaak ziet in de politiek. Nou ja, dan zou je hopen in dat geval dat kiezers daar uiteindelijk iemand op afrekenen, zou ik zelf zeggen. Mm-hmm. Nog even over dat beleid. Registers hebben we inderdaad in Nederland, maar dat aandelenbezit bijvoorbeeld is wel een punt. Hè? Dus als je nou over Indonesië en integriteit begint, beginnen heel veel mensen heel hard te lachen. Maar daar is dat aandelenbezit van Kamerleden wel verplicht. Ja. Moet je wel melden. In Nederland niet. En is er in Nederland, want dat, ik denk dat zal de zaal ook wel denken, dan kan ik het maar beter zelf formuleren. Er is ten aanzien van politici ook, en zeker ten aanzien van ministers, nadat ze minister af zijn, ook heel vaak het beeld, nou, dan gaan ze dus ergens werken en voor heel veel geld uiteindelijk bij een commerciële partij aan de slag. Dat is toch ook wel volksverlakkerij. He, en het ligt er dan wel heel duimendik bovenop dat er misschien sprake is van belangenverstrengeling of dat je dat al in het begin hebt geregeld. Zou dat onderdeel moeten uitmaken van zo'n integriteitsbeleid ook? Ja, absoluut. Kijk, dat is de draaideurproblematiek. Daar hebben we in Nederland wel regels voor. Die zijn niet zo enorm stevig. Je kunt zich recente voorbeelden herinneren bij KLM, hè, bijvoorbeeld. Maar ook in Brussel is daar heel veel discussie nu over. Dat is bij uitstek iets, als je het ook over geloofwaardigheid hebt, transparantie en niet je publieke kennis vervolgens privaat meteen ten gelde maken. Het is bij uitstek iets waar je heel goed beleid op zou kunnen maken. Ik kom, misschien kan jij nog even wat zeggen, dan heb ik tijd om maar met de microfoon. Ik ging even zeggen dat zulke ontluizingsperiode, zoals dat Vlaams noemen, inderdaad handig is. En dan zal ik even op rond wachten. Ik heb nog wel iets anders. Ja. Maar goed. Bedankt. Dank je wel. Ik ben Ron Nies, ik ben de voorganger van deze twee mensen op de Indalis-leerstoel. Het belang van vorming en opleiding hebben we zo even bij Frits gehoord. En dat geldt ook hier. Ik heb dat ooit eens een keer gedaan voor alle burgemeesters uit Overijssel. Toen heb ik een heel referaat gehouden. Interactief, hoop ik. Ja, dat is de norm met, tegenwoordig. Met 10 woontips voor in het glazen huis. Heel eenvoudige dingen. Hou maat, hou bonnetjes, bij twijfel niet doen, enzovoort, enzovoort. En een van de dingen die naar boven kwamen, was dat de burgemeesters onderling elkaar de maat namen. Bijvoorbeeld bij, en dat is een aardig voorbeeld, je hebt een professionele voetbalploeg in jouw gemeente en die nodigt jou uit vanwege allerlei faciliteiten die de gemeente aan die ploeg heeft gegeven om mee te gaan naar Turkije voor de uitwedstrijd tegen Galatasaray. Ik noem maar eens wat. Was toen het ook al Turkije? Want dat ligt misschien hele ten dagen weer wat anders. Nee, dat was toen. Toen ook al Turkije. Dat was toen al. Ja. Vraag, doe je dat of doe je dat niet? Nou was er één burgemeester bij en die hield een heel referaat over waarom je het wel zou doen. En toen zei ik, dat is veel te lang. Als u zo'n lang verhaal houdt, dan komt de journalist, die is al lang afgehaakt en die zegt, dat kan niet kloppen. Kijk, dat zijn van die dingen die men bij integriteitsbeleid voor politici en bestuurders
daarmee moet men rekening houden. Ja. Zijn die 10 punten voor het glazen huis nog beschikbaar? Kunnen die misschien nog op de website worden gezet van het COP, van de leerstoel van de Indales? Dan zou ik ze weer moeten opzoeken. Nou, volgens mij is dat richting de verkiezingen zo gek nog niet. Als ik van u de microfoon weer terug mag. Nee. Nog even, want ik zie dat de zandlopen al bijna aan het einde is. Betekent dat we door de pitch heen zijn. Ja, vanuit de vakbonden. Wie van jullie wil reageren op deze stelling? De oproep en de noodzaak voor integriteitsbeleid voor politie en bestuurders. Nou ja, kijk, de praktijk die wij tegenkomen, en dan heb ik het vooral over schoolbestuurders, is dat er toch wel rare dingen gebeuren. Financiële regelingen afspreken met het toezichthoudend orgaan op een zodanige manier dat ze en profiteren van de CAO, plus nog eens daarbovenop het extra's. Dat soort dingen komen we tegen. Riante pensioenuitkeringsregelingen. Dergelijke. Dus dat is één punt. Het tweede is dat ik wel graag zou willen zien, en dat gebeurt ook wel binnen de VO-raad, dat is de vereniging zeg maar, van schoolbestuur in het voortgezet onderwijs, dat men in die discussie wil voeren, maar ik zou graag zien dat ze ook eens een keer doorpakken en op een gegeven moment zeggen van stoppen met dit gedrag of anders zetten we je uit de vereniging. Okay. Dat zou volgens mij een heel duidelijk signaal. Een keer de harde lijn. En daarna handelen. Filip Geelke, ik geef ook nog toch even aan jou de microfoon. Filip en ik zitten samen ook in het algemeen bestuur van Boor. Wij zijn benoemd daar door de gemeenteraad nadat er een groot schandaal was met fraude. Nog los van dat daar toen paal en perken is gesteld. Kun je ons even meenemen wat de impact is als er een bestuur is waarvan iedereen weet, daar is gefraudeerd. En niet een beetje, maar zwaar. De impact is dat alle vertrouwen in het bestuur en op heel begrijpelijke gronden totaal weg is. Dat de ellende jarenlang duurt. Dat je bovendien de schade die daaruit voortwordt afwendt op mensen die er niets mee te maken hebben. Dat is de praktijk van alle dag. En daarmee is het inderdaad het belang van volstrekt integer politiek, maar ook niet politiek bestuur, staat buiten elke twijfel wat mij betreft. En tegelijkertijd het te gemakkelijk daarover denken is, kan echt niet aan de orde zijn. Want nogmaals, we hebben inderdaad in Rotterdam gemerkt wat voor een ongehoorde impact het heeft op de werkvloer bij duizenden leerkrachten, bij tienduizenden ouders. En terecht. Dus wat dat er gaat, denk ik dat de politiek verantwoordelijk inderdaad zich daar echt zeer serieus rekenschap voor moeten geven. Om dat hele kloofdenken ten aanzien van de maatschappelijke werkelijkheid versus de politieke werkelijkheid, onder andere een element is van, zijn ze wel betrouwbaar? Geloven we ze nog wel? En kunnen we daar ook echt op bouwen? En dat valt alleen maar te herstellen, dat is ook nog een punt, herstellen door heel langdurig laten zien dat er wel integriteit is, dat er wel eerlijk gedrag is, dat een afspraak is, dat er geen zelfbevoordeling is, geen kunstjes gedaan worden en dat je inderdaad open en transparant bestuur doet. Dat is de werkelijkheid. Dankjewel. Hoogleraar, jullie zaten alleen maar bij elk woord instemmend te knikken. Ja. En jullie een slotwoord. Ja, ik wou nog één ding aan toevoegen voor het debat. Het wordt politici soms ook heel erg moeilijk gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld onderhandelingen meegemaakt voor PPS-projecten, publiek-private samenwerking, voor ze werden opgestart, de projecten zelf. Waarbij je dus met een private partner, meerdere, want het gaat dan ook over mededinging, maar goed, onderhandelt over hoe je het vorm moet geven. En later blijkt een van die private partners te frauderen. En daar heb je maanden mee rond de tafel gezeten. En dat straalt zich op jou af, ook al zat je daar op dat ogenblik in goed vertrouwen met de overtuiging dat je iets ging doen voor jouw bevolking. En dat is echt wel moeilijk, ook voor politici. Dus los van het beleid en de normering. Maar de normering is het ook inderdaad een ander aanvoer. Je hebt ook nog een stuk perceptie die anders ligt bij ambtenaren dan bij politici. Dus er is zeker een verband, en daar wil ik even terugkomen op de opmerking die mensen hebben gemaakt. Er is zeker een verband, maar er is ook een verschil. En dat verschil wil ik nog eens naar voren brengen. Dankjewel. Wacht. Ik kom naar je toe. Ja, wij lopen wel uit de tijd, maar een brandende vraag. Maar dan wel, zeg maar, je zag de zandloper toch al zakken. Nee, Trump zet mij aan het denken. Wat is er gebeurd? Die man die heeft een hele grote loop genomen met de waarheid. En ik hoor jullie daar helemaal niks over zeggen. Want wat gebeurt er namelijk? We krijgen zometeen bestuurders die eigenlijk... Wat is de brandende vraag? Moet Trump strafbaar vervolgd worden? Hoe kan je nou mensen die democratisch gekozen worden en die eigenlijk oninteger gedrag hebben laten zien, die staan dan aan het stuur en hoe je dan zegt,
ik ga integriteitsbeleid voeren. Dat, daar heb ik jullie niks over horen zeggen, dus dat was ik wel naar. Oké. Dus ja, niet of dat Trump vervolgd kan worden. Nogmaals, daar kunnen we het misschien tijdens de receptie nog even over hebben. Okay. Kijk, dat is natuurlijk uiteindelijk inderdaad een politieke oordeelsvorming, lijkt mij. Voor Trump geldt wel, zo gauw hij op 20 januari het Witte Huis ingaat, zal hij enorm moeten oppassen wat hij bijvoorbeeld met zijn zakelijke belangen doet. En zo gauw hij betrokken is bij een onderhandeling over een pijplijn in het Midden-Oosten, waar hij zelf via bijvoorbeeld belangen in blijkt te hebben, kan er heel snel een regel overtreden en in de problemen komen. Dus in die zin gelden de checks en balances ook wel voor Trump. Nog even als afsluitende stelling. Eenvoudig is het niet, maar je weet als politicus wel waar je voor tekent. En het gaat om vertrouwen, legitimiteit en een voorbeeldfunctie. En je kunt niet voor ambtelijk Nederland 13 verschillende regelingen verplicht uitvaardigen en voor jezelf geen één. Practice what you preach, zou ik zeggen. Dankjewel. Een groot applaus voor Alexander de Becker en Zege van der Wal van de Indales Leerstoel. En blijft u doorapplaudisseren, want we gaan afscheid nemen van het panel. Philip Geurkerke, Ben Hogeboom, Marianne Wendt. Zeer veel dank voor jullie bijdrage.